Welkom allemaal bij deze sessie Retail Portefeuilles naar Paris-proof. Mijn naam is Evie Stutvoet en ik ben werkzaam bij de DGBC als projectleider voor Paris-proof. En onder andere voor de werkgroep Retail ben ik bezig en daarmee zijn wij samen bezig van hoe kunnen we nou portefeuilles naar Paris-proof krijgen, waarbij we vandaag deze sessie over hebben. Ik ben de moderator en we krijgen vandaag drie verhalen. Eén van Annemie Kremer van CBS over de dashboard energieverbruik voor de retail. En daarna twee verhalen van CBRE en Ahold door Martijn Vlasveld en Allard Steenbeek, die allebei vertellen van hoe zij dat nou aanpakken voor hun eigen portefeuille. Ik heb nog even wat korte praktische tips. Als je wil het scherm waar de presentatie mee gedeeld wordt, als je die wat groter wil zien, dan kan je op dat schermpje dubbelklikken. En wil je vragen stellen, dan kan dat in het chat hiernaast. En dan zullen wij proberen ook in deze sessie meenemen. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Annemiek. En dan zal ik ondertussen zelf even de presentatie voor haar haar opzetten. Dat is fijn. Even. Wacht even hoor. Dit was de verkeerde. Ik dacht dat ik hem klaar had staan en dan zal je altijd zien dat ik dat niet had. Ja, misschien kan je alvast even beginnen te vertellen met wat jullie waren, of tenminste doen vanuit het CBS. Dan zal ik hem ondertussen even, ja, ik ga, even zoeken. Ja. Oké, we hebben in opdracht van het ministerie van EZ, BZK en in samenwerking met de werkgroep Retail, Locatus en als onderdeel van het programma VIVET het dashboard Retail gemaakt bij het CBS. VIVET is een programma waarin we als CBS samenwerken met kadaster, PBL, RVO aan de verbetering van de informatievoorziening rondom de energietransitie. Ja. Klik nog maar eentje door. Ja, dank je. Vanwege de energietransitie is een andere vraag. We krijgen de vraag verandert aardgasvrij, energiebronnen, laag regionale data. Daarom zijn dit programma begonnen. Klik. En een van de thema's waar we aan werken is de gebouwde omgeving. Waar we in de toekomst naartoe willen is dat we een microdatabestand hebben met de BAG, de basisadministratie, adressen en gebouwen. Dat bevat alle objecten in Nederland als center, zeg maar. En daar hebben we dan voor elk object informatie over gebouwkenmerken, zoals het oppervlak, de energielabel of de isolatie heeft plaatsgevonden. Het energieverbruik, welke installaties staan er in het gebouw. In de toekomst kan het nog uitgebreid worden met dingen als materialen richting de circulaire economie. En natuurlijk heel belangrijk het gebruik van het gebouw. Wat voor activiteiten vinden daar plaats? Nou, dat is een complex iets. En in een eerder project, zeg maar, hebben we dan ook als aanbeveling gedaan om dat sectoraal aan te pakken. Klik. En de reden is dat, zeg maar, de BAG aan zich geeft geen informatie over wat er nou in zo'n object gebeurt of wat voor type object we het over hebben. We hebben dus daar informatie over nodig en dat doen we dus samen in samenwerking met de sector zelf. Want vaak heeft de sector zelf heel veel informatie hierover. Zo hebben we voor retail hebben gebruik gemaakt van Locatus. Locatus is natuurlijk een super uitgebreid bestand met heel gedetailleerde informatie over retail, alle retail locaties in Nederland.
En een andere reden waarom we het sectoraal aanpakken, zeg maar, is omdat je ziet dat elke sector zijn eigen specifieke issues in de gebouwde omgeving heeft. We hebben nu 3 dashboards al gerealiseerd. Zo hadden we het funderend onderwijs. En daar zag je bijvoorbeeld, en je hebt traditionele basisscholen, maar je hebt ook multifunctionele panden, waarnaast de basisschool in 1 object ook commerciële activiteit als dagopvang zit. Bij zorg zagen we verweving van wonen en zorg. En wat ook ingewikkeld is in GGZ-terreinen, grote terreinen, zeg maar, met ingewikkelde energierelaties. In de retails zelf zien we dan bijvoorbeeld winkelcentra, waar je gedeelde aansluitingen hebt. Maar je kan ook denken aan heel specifiek in de binnensteden, waar je hele oude pandjes hebt met ingewikkelde versiering, zoals hoog, achter, boven, links, rechts. Kleuren zelfs kom je tegen. wat ook weer een specifieke situatie is. Klik. Wel pakken we wel pakken we elke sector op een uniforme wijze aan. We beginnen dus met het vaststellen van de populatie. In dit geval voor retail hebben we dus gebruik gemaakt van locaties. Om alle retail locaties in Nederland te identificeren. En daar de juiste objecten in de BAG bij te zoeken. En dat klinkt altijd heel eenvoudig, zeg maar, van we koppelen gewoon op adres en klaar. Maar dat is in de praktijk toch wel wat ingewikkelder. Daarnaast koppelen we dan nog vervolgens de aansluitingen, de energieaansluitingen. Ook daar zie je dan miskoppelingen ontstaan. En heb je ingewikkelde situaties als gedeelde aansluitingen, meerdere objecten die 1 aansluiting bijvoorbeeld deden, zoals een winkelcentrum met 1 centrale gasvoorziening. Dus we hebben allerlei plausibiliteitschecks doen we om te kijken of we die relatie, of wij het juiste object vinden in, voor die locatie of objecten en de bijbehorende aansluitingen. Nou, de retailsector is een hele grote sector, hè, meer dan 100.000 locaties. Daar gaat het natuurlijk niet allemaal goed, zeg maar. Dus met die plausibiliteitschecks kunnen we die identificeren waar het goed gaat en waar het niet goed gaat. Schatten we bij. Dus hè, daar koppelt bijvoorbeeld geen aansluiting aan, of die kunnen we niet vinden. En dan schatten we op basis van die waar het wel goed ging, zeg maar, het energieverbruik bij. En zo krijgen we een totaalbeeld voor de hele retail qua energieverbruik. Klik. Dus we hebben dus een microdatabestand uiteindelijk met heel veel informatie. Over alle retaillocaties in Nederland. Dat is eigenlijk natuurlijk een heel mooi product, waar je ook, waar niet alleen wij mee uit de voeten kunnen, maar ook externe onderzoekers. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo moet je een onderzoekslicentie hebben. En, nou ja, dat is wel op de internetsite van het CBS te vinden, waar wat voor voorwaarden je moet voldoen. Maar goed, externe onderzoekers kunnen dus ook gebruik maken van dit microdatabestand en daar zelf onderzoek doen. Je kan ook informatie toevoegen aan het bestand. Als jij informatie hebt over, zeg maar, wat openingstijden of zo, en je weet dus openingstijden en energieverbruik bij supermarkten of zoiets, dan zou dat een vervolgonderzoek kunnen zijn. Een dashboard is een uithangbord naar buiten toe, voor iedereen zichtbaar. En dat is op deze link te vinden, de volgende site. En in het dashboard tonen we informaties die men zelf kan aanpassen. In dit voorbeeld, ik kan het nu zelf even niet lezen, maar ik dacht dat ik kledingwinkels had geselecteerd en gasleveringen per gemeente. maar goed, dat kun je dus zelf kiezen wat je wil zien, op welk regionaal niveau, of het op elektriciteit wil zien, welk type winkel. We hebben heel veel verschillende retail types vastgesteld in samenwerking met de werkgroep retail. Dat kan je dus allemaal zelf aanpassen. Klik. En het dashboard bevat kentallen. En die kentallen, dat is natuurlijk om te doen. Die bieden de mogelijkheid om te benchmarken. Hoe doe ik het? Hoe doet mijn retail type het ten opzichte van het gemiddelde in Nederland? Of je kan verschillende retail typen met elkaar vergelijken, zoals hier is gedaan met horeca. Dus natuurlijk, het is naar oppervlakteklasse en bouwjaarklasse uitgesplitst. Ook hier kun je weer zelf kiezen wat je wil gaan vergelijken en welke oppervlakteklasse, et cetera, je wil kiezen. En het
voor monitoring, voor energiebesparing op de lange termijn. Want we willen natuurlijk, stel dat we dit over 5 jaar herhalen, dan hopen we natuurlijk te zien dat deze kentallen overal naar beneden gaan. Nou, al deze informatie is ook weergegeven in tabelvorm, die je ook weer helemaal zelf kan kiezen hoe je die wil laten zien. En al deze informatie is downloadbaar. Dus, nou ja, dus dat is even in het kort zeg maar, van het product wat we hebben gemaakt. Nogmaals wil ik benadrukken, zeg maar, er zit hier dus een microdatabestand achter, wat beschikbaar is voor externe onderzoekers. Natuurlijk wel geanonimiseerd. Maar ik denk dat het heel veel mogelijkheden biedt voor verder onderzoek. En ik hoop dat er ook veel gebruik van gemaakt wordt. Dank Annemie. Bedankt. Had ik ook een vraag erbij. Kan ik dit nou ook als, zelf als retailer gebruiken om eigenlijk te benchmarken, om nou ja, te vergelijken hoe ik zelf sta ten opzichte van anderen? Ja, dus als je bijvoorbeeld, als we nog die site even teruggingen naar de kentallen, dan zie je bijvoorbeeld, daar had ik volgens mij de horeca erin staan. Ik weet even niet, ik dacht uit mijn hoofd, overvaartklasse 100 tot 250 en de verschillende bouwjaarklassen. Dus als jij bijvoorbeeld een café bent uit voor 1945 en je valt in deze oppervlakteklasse, dan kan je zien dat het gemiddelde, ik kan het zelf nu even niet lezen, maar jullie waarschijnlijk wel. Wat dan het gemiddelde gasverbruik is in Nederland. Dus dan kan je zelf zien zeg maar, van, doe ik het nou beter dan het gemiddelde in Nederland? Of... Oké, heel mooi. Dankjewel. Ja, dan ga ik deze presentatie zo sluiten. Dan stop ik hem met delen en dan wil ik het woord zo overgeven aan Martijn. Ja, ik ga even... Ik met jou om de presentatie te delen. Of, Ja. Hey, dankjewel Eefje. Ik denk dat jullie nu mijn presentatie zien, hè? Ja, dus zeker. Ik wil klikken om te vergroten. Ik zag dat ik inderdaad een boel kleinere grafiekjes had. Dus gaan we zo doen. Ik zal die even toelichten. Ik ben Martijn Vlasveld. Ik werk bij CBRE, Global Investors. We beleggen voor pensioenfondsen in vastgoed. Ik zit bij de winkeltak. Dus... We hebben daar eigenlijk drie beleggingsfondsen waar pensioenfondsen in zitten. Eén met winkelcentra, één met grote winkels in de binnensteden, waaronder waar ik verantwoordelijk voor ben. Dus één van Bijenkorf, waar veel Bijenkorf in zitten, Hema's, grote P&D's. En een derde fonds is specifiek gericht op supermarkten, dat zijn we nu aan het opbouwen. En juist het fonds wat jullie ook op de voorpagina zien, onder andere Bijenkorf in Amsterdam in zit, dat is een... Ik vond er heel veel oude gebouwen in zitten. Dit soort historische gebouwen, rijksmonumenten. Die natuurlijk hartstikke veel energie gebruiken. En die we in de toekomst wel heel graag willen verduurzamen. Zeker ook omdat de pensioenfondsen waarvoor wij werken, die hebben een behoorlijke duurzaamheidsambitie. En zelfs zo sterk hier dat niet alleen is de bedoeling dat je natuurlijk rendement maakt zodat ze de pensioenen kunnen uitkeren. Maar ze hebben ook echt aan ons expliciet het doel gesteld om de CO2-uitstoot van deze portefeuille te verbeteren. Nou, dat is best lastig, want het zijn rijksmonumenten. Dus elke keer als je iets wil veranderen, dan heb je heel veel commissies. Het is ook niet even zo dat je daar dubbel glas in kan zetten, of bijvoorbeeld kan plakken met zonnepanelen. Dus we hebben daar wel specifiek naar gekeken, ja, hoe kunnen we dat nou wel gaan doen? Zeker ook omdat wij veel met duurzaamheid bezig zijn. Ik ben binnen ons winkelteam een jaar of 10 nu verantwoordelijk voor duurzaamheid. We hebben 10 jaar geleden ons duurzaamheidsteam opgezet. Dat doen we ook samen met de Dutch Green Building Council. Daar zit ik ook in de DGBC-werkgroep. Met onder andere Eefje en Allard die hierna gaat presenteren. En Annemiek en Brenda hebben er toen ook aan gepresenteerd. Dus dat werkt daar ook. Dus dat komt wel mooi samen. Nou, wat ik eigenlijk hierin wil toelichten in deze presentatie. En ik besef me dat ik dit even moet... vertellen, want ik zie dat deze letters al een beetje klein zijn. Dus even, ik ga heel kort door onze eigen ambitie die we hebben. En ik wil eigenlijk vooral vertellen hoe wij binnen ons fonds, de High Street Club heet het dan, met duurzaamheid bezig zijn geweest. Omdat we juist heel veel historische panden hebben. En ook juist hoe we een eigen Paris Proof Roadmap hebben gemaakt. Zodat wij ook daar de komende jaren ook echt wel veel kunnen verduurzamen. Uiteindelijk, dat zei ik net eigenlijk al, willen wij juist niet alleen gewoon aan de pensioenfondsen die beleggen, dus die willen uiteindelijk een rendement terug hebben, zodat ze pensioenen kunnen betalen,
Maar wij willen ook juist ook maatschappelijke impact hebben. Dat wordt ook gedreven door de pensioenfondsen. Die willen echt wel wat nuttigs met hun geld doen. Dus we willen zelf ook CO2 verlagen. En daarin laten we ons leiden door uiteraard Parijs akkoord. De Verenigde Naties Sustainable Development Goals. En het Nederlandse klimaatakkoord. En daarbinnen natuurlijk ook in het DGWC. Het Tuscan Building Paris Proof Target. Nou, we hebben 4 categorieën voor onze acties doen. Energie en emissies, dat is natuurlijk echt CO2-verlaging. Environment, doen we ook veel met de DGWC. Want er zit eigenlijk de hele BREEAM-kant in. Verder de social, de stakeholder society-kant en onze governance-kant. Dat doen we veel met GRASP, meten we dat voor een deel ook. En eigenlijk hebben we uiteindelijk ook binnen die 4 thema's 4 of 8 categorieën. Wij willen juist al onze gebouwen zoveel mogelijk elektrisch maken. En eigenlijk in 2030 ook alles all electric maken. We willen onze energieconsumptie ook verlagen met zeker 50% in 2030. BREEAM naar very good toe. Kijken of alle onze daken, we hebben heel veel platte daken, of we die kunnen activeren. Het zijn zonnepanelen, groene daken, maar ook juist sociale dingen erop maken, zoals dakterrassen en dat soort dingen. Uiteraard willen we ook de sociale kant. Dus zorgen dat onze huurders en onze huurders en onze klanten heel erg tevreden zijn, dus de mensen die in de winkels komen. En binnen de pensioenfondskant juist ook goed scoren en voorop lopen binnen de beleggingsfondsen. Dus dat zijn eigenlijk de kaders waarbij we worden gestuurd. En toen hebben we gekeken van ja, hoe kunnen we nou echt dit soort oude, hele mooie gebouwen echt verduurzamen? Want uiteindelijk is dat ook wel de opgave waarvoor we staan. Het is ook niet heel duurzaam om maar te zeggen van ja, de gebouwen gebruiken veel energie, dus laten we iets nieuws gaan bouwen. Want ja, met nieuwbouw is heel goed en heel belangrijk, maar gebruikt natuurlijk zelf ook heel veel energie. Dus voor ons ligt de uitdaging om ook om dit soort panden, hier een oude gracht zoals je ziet, om die ook het liefst zelfs CO2 neutraal te krijgen. Nou, wat hebben we daarbij gedaan? Deze portefeuille die we hebben in 2017 overgenomen van een andere grote belegger. En als eerste, we begonnen redelijk van scratch. Dus als eerste hebben we energielabels gemaakt voor de hele portefeuille. Dat is natuurlijk de basis, dat moet ook al 10 jaar. Dus dat was een hele makkelijke eerste stap. Maar eigenlijk, je kan het net niet zien in het plaatje, dat is jammer. En je ziet wel eigenlijk de scores per gebouw en per label hier in het plaatje. En wat daar opvalt, is dat bijvoorbeeld de Bijenkorf in Den Haag het meest groene energielabel heeft uit de hele portefeuille. Nou, toen zaten we te denken, maar ja, het gebouw komt uit 1930 ongeveer. Heeft superveel enkel glas voor abonnementen. Gewoon een hele dunne glas in lood. Geen isolatie. Dus ja, hoe kan dat? En klopt dat ook wel? Nou, het Bijenkorf de Dam die we net zagen, die staat ook ergens bij een van de gebouwen die in theorie het minste energie moeten gebruiken. Dus ja, we vroegen ons af of dat nou eigenlijk echt wel klopte. De methodiek klopte. Maar ja, is dan de methodiek wel goed? Dus we hebben het ook afgezet tegen het werkelijke gebruik. En die grafiekjes zie je denk ik nog net wel. En dan zie je zeker bij die gebouwen met groene labels, dat het werkelijke gebruik, het donkergroene, ongeveer 2 of soms zelfs 3 keer zo hoog was als wat het label aangaf. En dus ook echt wel fors op 300-400 kilowattuur per meter zaten. Dus dat, die CO2-uitstoot was behoorlijk hoog. Dus ze dachten ook van oké, we moeten verder dan sector energielabels en dan de maatwerkadviezen. Ook keken we naar de maatwerkadviezen. Nou ja, die zien jullie hier op het scherm. Ik denk dat we later de presentatie van moeten delen. Dat is makkelijker. Je merkte in die maatwerkadviezen stonden ook maar een beperkt aantal dingen die je zou kunnen doen. En bijvoorbeeld het gebouw uit 1870. Hè, daar stond bij LED-verlichting en HR++ glas. Nou, dat geloven we wel. Maar eigenlijk wat er niet eens bij stond, is hoe je het zou kunnen isoleren. Het zagen we andere gebouwen hier midden uit 1928. Er stond ook weer LED-verlichting, er stond ook weer zonnepanelen. Nou, een beetje installaties verbeteren. En daar stond dan ook het HR++ glas en na isoleren van de gevels. Dacht ik, ja, aan het dak en aan de vloer kan je ook echt heel veel doen. Dus je merkt 2 dingen. 1 waren de maatregelen adviezen niet echt compleet. Elke adviseur had ook wel eigenlijk zijn eigen format. Ze kregen ze allemaal toegestuurd in een pdfje, waardoor we ook niet echt iets mee konden op portefeuille niveau. En het was wel een beetje een zoekplaatje. Dus toen hebben wij met onze adviseurs samengezeten en ook bedacht van ja, hoe zouden we nou, dit is de Bijenkorf uit 1930 met energielabel A,
terwijl die geen isolatie heeft, het enkel glas. Maar hoe kunnen we nou dit soort gebouwen echt een goed plan maken om die te verduurzamen? En toen hebben we met onze adviseurs samengezeten, dat was toen Herman de Groot, DWA en Inax. En hebben eigenlijk echt gekeken van ja, we hebben eigenlijk een model nodig waarbij we alle gebouwen achter van ons in één grote Excel-sheet kunnen zetten. En uiteindelijk ook het liefst aan onze mensen die met de gebouwen bezig zijn, de asset managers en de beheerders, ook gewoon een soort actielijstje kunnen geven. Met welke activiteiten we nou echt kunnen doen. En dan ook kunnen uitrekenen dat we Paris-proof zijn. Dus toen hebben we samen aan eigenlijk een format zelf in ons interne team opgezet. Waarbij wij zeiden, ja, we zien eigenlijk drie categorieën. Isoleren, hè, want dat is een hele belangrijke, wat je natuurlijk zeker als eigenaar moet doen in je gebouw. Van onder andere je vloer, je dak, je open gevel, dus je ramen en je deuren en het dichte deel van je gevel. Je hebt een heleboel installaties, tweede categorie. Hè, verwarming, koeling, ventilatie, dat soort dingen. En opwekken. Zonnepanelen, WKO, stadsverwarming wellicht. Dus dat zijn eigenlijk de drie hoofdelementen die je kan gaan doen. En we hebben eigenlijk toen ook aan alle adviseurs gevraagd van oké, prima. Bedenk van al onze gebouwen, op basis van het werkelijke gebruik en ook de werkelijke fit-out. Dus niet het theoretische en het energielabel. Ja, we zagen dat dat niet klopte. Kijk welke activiteiten je kan doen. Vul dat ook in een open source Excel. En hoe zouden wij nou, vul deze ook in, zodat we echt een goed plan krijgen wat we kunnen doen om het gebouw te kunnen verduurzamen. Nou, en dat we die ook aan onze teams kunnen geven, zodat zij ook gewoon een concrete actielijst hebben, die ze in hun 10-jaar onderhoudsprogramma kunnen zetten. Als er logische dingen voor zijn, bijvoorbeeld voor dakisolatie, dat je dat meteen doet als je het dak gaat vernieuwen. Of R++ als je je ramen moet gaan vernieuwen. En ook welke dingen we nou precies zelf moeten gaan doen, omdat er geen loopsmoment is. Nou, toen uiteindelijk in die Excel hebben we ook zo'nzelfde actielijst gemaakt. Nou, die zie je eigenlijk op het scherm, met een punt of 10, 15. Waarbij we die ook aan onze teams kunnen doorgeven. Om in hun meerjaren onderhoudsprognose mee te nemen. En dat we ook zelf weten, per gebouw, hoeveel het ongeveer zou kosten. Dan heb ik uitgerekend hoeveel energie en CO2 je dan bespaart. En hoeveel energiekosten je ook bespaart. Dus hoeveel je nou zou moeten investeren. En hoeveel dat nou eigenlijk aan kostenbesparing oplevert. Nou, dat hebben we ook gedaan. Daar hebben we een aantal mooie grafiekjes in zetten. Nou, dat is meer grafisch. Dan zie je wel heel goed welke maatregelen het meeste effect hebben. Dat werkt eigenlijk heel erg goed. We hadden ook gezien bij andere beleggers in onze Paris Proof groep. Die had ook zo'n mooi grafiekje gemaakt. En uiteindelijk, en dat zien jullie hier. En ik weet niet precies of het jullie op het scherm zien. Hebben we ook van onze hele portefeuille, van in dit geval 30 gebouwen, ook een lijst gemaakt. Met eigenlijk van ja, om zo'n gebouw Paris Proof te krijgen. Hoeveel zouden we nou moeten investeren? Hoeveel zou dan voor de verhuurder zijn? En er zijn ook dingen die de huurder doet, omdat het dan inbouw is. LED-verlichting bijvoorbeeld. Dat is bij winkels is dat vaak van de huurder. En hoeveel elektra zou je er nou mee besparen? Hoeveel gas? Hoeveel CO2-reductie bereik je daarmee? En hoeveel energiekosten bespaar je? Nou, wij kwamen tot de conclusie dat bij onze portefeuille het ongeveer 25 miljoen zou gaan kosten. En dat daar een deel natuurlijk terugkomt voor energiekostenverlaging. Wat ongeveer 8% per jaar was. Dat is best goed. We zouden ongeveer 16 gigawattuur kunnen besparen. En ongeveer 700.000 kuub gas per jaar. En ongeveer richting de, met deze maatregelen, richting de 70% CO2-reductie. Dus dat is behoorlijk veel. Waarvan we ook hebben gezegd, van, ja oké, welke maatregelen hiervan kunnen we nou ook echt concreet de komende termijn gaan uitvoeren. En we hebben eigenlijk ook een groot portefeuilleoverzicht gemaakt, dat zag je hier ook. Waarbij we juist hebben gekeken welke maatregelen hebben nou het meeste effect. Dus dat je daar ook echt gewoon een aannemer naar een aantal gebouwen kan sturen. En eigenlijk was onze takeaway daar, ja, wat is nou het meest effectief? Voor ons als eigenaar is dat, komt het toch een beetje neer op isoleren. Dus je vloer, je dak en je gevel. Verder wat heel erg goed werkt, dat is meer voor de huurder, is hij juist switchen naar LED-verlichting. Nou, er hangen natuurlijk heel veel lampen in die winkels. Dat waren vroeger heel veel halogeenlampen, maar je wil geen LED-verlichting. Daar komen nu ook echt wel goede lampen voor. Daar kan je echt waanzinnig veel energie besparen.
Verder natuurlijk ook verwarming, koeling, ventilatie, toch wel oude systemen vaak. En slimme takeaway ook om te zorgen dat je die installaties goed instelt. En je kan een deel, maar dat is echt maar een deel, van je energieproductie zelf opwekken met zonnepanelen. Dat is uiteindelijk, zien wij ergens tussen de 10% en 50% van je energiegebruik van de grote vredag. Dus dat is maar een deel eigenlijk daarvan. Dus een heel groot deel moet ook echt komen uit je besparen van je energie door te isoleren en je installaties te verbeteren. Dus eigenlijk je zonnepanelen is echt iets wat je aan het einde moet doen. Nou, als ik hier kijk op de volgende slide, volgende stappen die we willen gaan doen. We hebben nu één portefeuille gedaan. We hebben nu een opdracht gegeven aan Inhax, we hebben een grote NWA voor een tweede portefeuille. En in de supermarktportefeuille hebben we ook een Inhax, die zijn we aan het opbouwen. Daar hebben we ook een opdracht aan Inhax voor gegeven. Wij willen juist nu ook echt aan onze teams gaan kijken hoe we nou meer grootschalig de acties die bij ons als verhuurder liggen, kunnen gaan echt vorm gaan geven. Dus vloer isoleren, gevel isoleren, dak isoleren. Kijken ook waar we samen met de huurders onze installaties kunnen optimaliseren. En ook gaan kijken van, ja, als we nou echt energiebesparingen realiseren, hoe kunnen we nou dat op een slimme manier doen? Bij Rieter komt vaak de energierekening bij de huurder terecht. Dus hoe kunnen we nou, als we een energiebesparing hebben, kan het voor ons beide voordelig zijn, hoe komen we daar nou samen uit? En hoe kunnen we, zonnepanelen zijn hele makkelijke daarbij, daar kan je natuurlijk zelf van investeren. En daar neemt die huurder vaak. Kunnen we afspreken dat die de energie afnemen. En wellicht dat er wel meer maatregelen zijn hoe we dat zouden kunnen doen. Dus dat is eigenlijk onze volgende stap. En dan ook echt per gebouw gaan kijken, niet op theoretisch verbruik en op energielevels, want die zeggen heel weinig. Maar juist op basis van werkelijk verbruik en werkelijk wat er in het gebouw zit, kijken hoe je grootschalig verduurzamen kan. Dus dat is onze conclusie eigenlijk. Ik heb hier ook al contactgegevens neergezet, maar die zien jullie denk ik niet. Dus ik denk toch goed om de presentatie te delen. Zeker ook als er vragen zijn. Ik zie er eentje al in de chat komen. Ik weet niet of ik nog tijd heb, Eefje. Ja, inderdaad. We kunnen nog even de vraag uit de chat behandelen. En je hebt al deels daarvan in je verhaal behandeld. Het gaat vooral inderdaad over die rol tussen jullie als eigenaar en de huurder. Van wat investeer ik zelf en zie je dat ook terug? Of is eigenlijk alleen het voordeel voor de huurder? Wij investeren daar zeker in. Best veel. Natuurlijk vooral echt dingen die echt in het gebouw zitten. De gevel, het isoleren, alles gevel. Zonnepanelen investeren we nu ook al veel. We hebben best veel panelen gelegd. En die doen we bij winkelcentra. Leveren we aan de stroom. En dat gaat dan heel vaak naar de algemene voorzieningen. Zwoltrap, verlichting in het centrum. Dat soort dingen. We zijn nu ook met een aantal gebouwen bezig waarbij we het rechtstreeks in de huurder leveren. Waar wij eigenlijk de zonnepanelen verhuren. En we zijn ook wel de gesprekken opgestart als je echt gewoon gebouwen gaat vernieuwen. En dan probeer je toch meer in die combinaties te kiezen. Als je bijvoorbeeld een gevel vernieuwt, echt een nieuwe hele facelift maakt die je verduurzaamt. Of je daar dan ook een afspraak kan maken dat bijvoorbeeld een deel van die energiebesparing terugkomt in de huur. Omdat je toch wel, we moeten ook natuurlijk gewoon geld van pensioenfonds investeren. En dat moet ook wel, je kan het niet gratis weggeven, want dan hebben mensen geen pensioen meer. Dus je moet er ook wel iets voor terugkrijgen. Dus we zijn daar ook in die gesprekken wel actief mee bezig hoe we dat nou handig kunnen doen. En soms gaat het in winkelcentra zelfs makkelijker, omdat dan gewoon de servicekosten omlaag kunnen. En daar kan je dan ook een afspraak maken van, dan pakken we de huur plus de servicekosten. En als die gelijk blijven, dan kan je wel die investeringen doen. En ook iets terugkrijgen. Mooi. Ja. Oké, dankjewel Martijn voor jouw verhaal. Ja, dank Wouter voor de vraag. Even voor het accommoderen. Dan gaan we door naar het verhaal van Allard. Wat jullie als Ahold doen inderdaad op Paris-proof. Yes, dankjewel. Korte toelichting. Ik werk zelf voor Albert Heijn Real Estate. En ik ben verantwoordelijk daar als ontwikkelingsmanager voor nieuwe locaties en nieuwe omzet. En ben ook verantwoordelijk voor de duurzaamheid over de hele vastgoedportefeuille. En ik heb in de presentatie geprobeerd te vatten wat onze speerpunten zijn en hoe wij naar duurzaamheid kijken. Ik zal het scherm met jullie delen.
Als het goed is, dan zien jullie nu mijn scherm. Nog wat even? Ja, inderdaad. Dat klopt. Ja, ons motto is steeds een beetje beter. We kunnen als supermarkt niet in één keer uit de hoek helemaal ontgooien of alles anders doen. Dus steeds een beetje beter. Opmerkingen en vragen graag in de chat. Ja, Albert Heijn is voor de vierde keer op rij de meest duurzame supermarkt geworden. Ik ga een klein beetje uitleggen hoe, hoe wij dat doen en wat voor onze speerpunten zijn. Maar ik probeer ook een beetje mee te nemen vanuit de ogen van de klant hoe wij met Albert Heijn bezig zijn. Onze duurzaamheidspijler die zijn in deze slide opgezond. Beter voor het klimaat. Dat is eigenlijk waar wij invloed op hebben. Dus dat is de supermarkt waar wij de producten verkopen. Een gezonde leefstijl, minder verpakkingen, minder voedselverspilling en ketentransparantie. Wat verwacht nou eigenlijk de klant van Albert Heijn? Dat zijn eigenlijk met name deze twee punten. Dus minder verpakkingen en minder voedselverspilling. Dus daar worden wij als door de klant zeg maar, behoorlijk op aangekeken. Nou, dit beeld kennen we allemaal. De plastic over de komkommers. Wat doen we nou eigenlijk om dat tegen te gaan? We proberen steeds minder voedsel te verpakken in plastic. En daar veel slimmer mee om te gaan. En daar besparen we behoorlijk veel kilo plastic mee. En als het goed is zien we dat nu ook in de supermarkt voorbij komen. Het terugbrengen van voedselverspilling is iets waar wij natuurlijk heel veel invloed op hebben. En wat ook heel veel impact op het klimaat heeft. Want al het productie van voedsel kost natuurlijk wel het nodige water, grondstof, et cetera. Moet vervoerd worden. De bekende 35% korting stickers, die kennen jullie uit de supermarkt. In het kort, dit zijn de dingen die wij daarmee doen. Veel voedsel gaat terug. Wat niet uiteindelijk verkocht wordt, gaat de keten weer in als veevoer. En daarmee besparen we heel veel voedsel. Maar vanuit vastgoedperspectief, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat doen wij daaraan duurzaamheid? Dat segment proberen we zoveel mogelijk winkels te vernieuwen. We hebben veel winkels in Nederland en België. En op dit moment 950 winkels. En daarvan proberen we elk jaar minimaal 100 winkels te vernieuwen naar het laatste concept. En ik zal je straks een beetje laten zien wat voor impact dat heeft. En naast die nieuwe winkels proberen we ook zo goed mogelijk om te gaan met het opwekken van energie. Van onze daken die we hebben. Eigenlijk dat is een prachtig mooie asset. Een dak waar je wel zonnepanelen op kan leggen. En daar laat ik je ook een paar voorbeelden van zien. En dus dat doen we echt als vastgoed. Een nieuwe winkel, als we die maken. Jullie kennen waarschijnlijk hoe nieuwe winkels eruit zien. Het ziet er prachtig uit. Het heeft een de look and feel van ons concept is gewoon hartstikke hoogwaardig. Met veel mooie elementen, dry misting bij de groente en fruit, zodat er minder derving is. De fruit en groente blijft langer goed. We hebben veel mooie elementen, zoals de daily kitchen, de vleeswaren. Maar het zijn vaak ook elementen die extra energie verbruiken. Dus hoe ga je er nou mee om dat je, ondanks dat je meer toevoegt qua elektriciteitsverbruik, dat je niet meer in totaal gaat verbruiken. Dus dat is ons gelukt door overal LED-verlichting in te doen, alles goed te verwarmen, slim daarmee om te gaan, andere koelmiddelen in onze koelingen. Dus als wij een remodel doen van een winkel, wat we ongeveer 100 keer per jaar doen, gaan de meeste winkels, als het kan, van het gas af. Dat heeft al een flinke invloed. We hebben geen ouderwetse koelgassen meer, maar we gaan naar moderne koelmiddelen. Dus geen freon, maar CO2. LED in de hele winkel. En hiermee zijn wij, ondanks dat we nieuwe elementen toevoegen, in staat om 15-20% energie per winkel te besparen. En dit is nog even los van als je ook nog het casco, dus de buitenkant van de winkel, meepakt. Dit is echt alleen de binnenkant, dus als gebruiker. Zonnepanelen proberen toe te voegen waar het kan. Dit is een heel mooi voorbeeld in Middelburg. Het hele dak ligt vol daar met zonnepanelen waarvan wij als supermarkt die energie afnemen. Het voordeel van ons als afnemer is dat wij, wanneer je energie produceert, dus als het heel zonnig is,
verbruiken we ook veel energie. Dus we kunnen dat perfect afnemen. En in onze portefeuille, we hebben best wel veel vastgoed en eigendom. En we huren ook veel aan natuurlijk. En proberen we zonnepanelen toe te voegen waar mogelijk. Of met eigenaren zoals het ASR voorbeeld. Daar de energie af te nemen. Zodat er een goede business case is. En dat er opgewekte energie komt. En die duurzaam is. Maar wat we nog meer doen is. Aansluiting proberen te vinden bij die 100 winkels die we, die we elk jaar verbouwen, dat die buitenkant ook meegaat. Dus alleen de binnenkant, daar redden we het niet mee. Dus als we de buitenkant mee kunnen pakken, dan hebben we pas echt veel effect. En dit is een voorbeeld in Leeuwarden dat we afgelopen jaar gedaan hebben, waarin we het pand helemaal energetisch op orde gebracht hebben. En daar met een circulaire baksteen gewerkt hebben en naar dat pand een volledig nieuwe look en feel hebben gegeven die past bij onze laatste formules. En bij onze, de look en feel die we willen hebben. En die dus niet een dergelijke impact heeft op het milieu als een traditionele gemetselde baksteen. Dit is een klikblik van Wienerberger. En daar hebben we twee grote projecten mee gedaan. Eentje in Nijmegen en eentje in Leeuwarden. Dit is het voorbeeld van Nijmegen. En eigenlijk proberen we met materiaalkeuze ook invloed te hebben op onze impact op het milieu. En daarmee een steentje bij te dragen naar de weg naar Paris-proof toe. Paris-proof is ontzettend pittig. Een gemiddelde supermarkt verbruikt 500 kilowatt per vierkante meter. Paris-proof zou 150 kilowatt zijn. Dus dat is een gigantische besparing. En in Middelburg zijn we dan net niet opgekomen, volgens mij 163 uit mijn hoofd. Aandachtspunten voor ons in de toekomst zijn waterberging. We hebben natuurlijk heel veel supermarkten die gewoon een zwarte plaat asfalt voor de deur hebben. En we worden ook door gemeentes gechallenged van als het heel hard regent, dan gaan de biolen lopen vol met regenwater. Kunnen jullie daar ook in meehelpen, meedenken? Dus dit zijn aandachtspunten voor ons om met nieuwe parkeerterreinen daar slim over mee te denken. Rechts zie je een plaatje van kratten die water kunnen bergen. Dat je kan gebruiken wanneer je het nodig hebt, als het heel droog is. Je ziet ook in de gebouwde omgeving dat er heel veel hittestress is. Hier hoor je plaatje van. En eigenlijk kan het leiden tot dit soort problemen. In verband met koelstoring zijn we genoodzaakt deze koeling leeg te halen als dat plaatje. Dat is wat vaak gebeurt als het heel lang heel heet is. Daar kan onze supermarkt installaties niet tegen opkoelen. Dus daar hebben wij zelf ook een flink punt van aandacht voor om dat te voorkomen. Dus ons uitgangspunt voor vastgoed is om zoveel mogelijk in één keer te doen als we die winkel gaan verbouwen. Nou, dat is ongeveer 10% van ons winkelbezit per jaar, of iets meer zelfs nog. Dus niet alleen de binnenkant, maar ook de buitenkant, want dan kunnen we echt een grotere impact maken. En oog hebben voor de materialisatie van het gebouw, dus niet alleen maar beton of op de simpele manier, maar ook echt iets wat minder impact heeft op het milieu. Waar dat kan opwekken van eigen energie. En we proberen eigenlijk in onze aanhuurportefeuille ook zoveel mogelijk met grote beleggers pilots te organiseren, waarin we winkels zoveel mogelijk Paris-proof maken. Dus eigenlijk met een hoog ambitieniveau kijken wat we echt voor elkaar kunnen krijgen en daar het verschil maken. Dus daar ook ervaring op doen, zodat we de volgende winkels gewoon volledig toekomstproof maken. En Paris-proof. Want een winkel gaat gemiddeld 10 tot 15 jaar mee. Dus als je Paris-proof wil halen, moet je de winkels nu al neerzetten. Die in 2030 al een stuk minder energie verbruiken. En dat is eigenlijk wat onze focus nu heeft. En daar zijn we volledig mee bezig. Als we nieuwbouw doen, wat heel weinig voorkomt, dan is het veel makkelijker. Maar het is met name de bestaande bouw. Zoveel mogelijk een stap vooruit te brengen. En dat is voor ons de grootste moeilijkheid. Ik zou jullie vragen in de chat of mijn panelleden. Wat verwachten jullie eigenlijk van een Albert Heijn als het gaat over duurzaamheid?
En dat was mijn presentatie. Dankjewel, Allard. Een heel mooi verhaal. En nou ja, je sloot ook af met een alle mooie persproefdoelstelling. Want als ik hem al vertaal met dat jullie nou ja, 10% iets meer per jaar al verduurzamen. En het liefst al de stap naar persproef maken. En eigenlijk nou ja, in 2030 dus hopelijk al een groot deel persproef hebben. Ja. Ja, dat is heel belangrijk voor ons ook. De inrichting van die winkels. Proberen zoveel mogelijk na te denken om minder grondstoffen te gebruiken. We hebben ook regelmatig pilots waarbij we gewoon zelf proberen de lat zo hoog te leggen. In Gouda hebben we de meest circulaire supermarkt gemaakt 2 jaar geleden. Maar we moeten wel steeds blijven uitdagen om ja, dat hogere doel te halen of een hoge ambitie na te streven. En dit is eigenlijk wat we kunnen doen vanuit het vastgoedperspectief. Want ja, voor ons is het wel, we zijn een supermarktbedrijf en de klant rekent ons vaak af op andere dingen. En je ziet toch die supermarkt, de buitenkant, minder goed of ervaart dat minder als ja, dat we daar invloed op hebben. Ja. Ja, dus dat je daar ook echt meer de andere thema's. Ja. Heel mooi. Ja, dan dank ik jullie allemaal. We zijn precies binnen de 3 kwartier gebleven die we voor deze sessie hadden. Dus dat is heel mooi. Dan hoop ik dat iedereen het erg interessant vond. Ik zeker. Dank jullie wel, Annemiek, Martijn en Allard voor jullie verhaal. En voor de rest zou ik zeggen, heb verder een fijne DGBW. En kijk of er vandaag nog andere sessies zijn waar je wil aansluiten. Yes. Dankjewel. Dankjewel.